my world may seem the same as yours, but it's not. Here, trouble is never far behind, and mystery lies ahead. And when the truth is shrouded in darkness, a light shines through to show me the way. The world is in play. Uncharted Golden Abyss, only on PlayStation Vita. Eindelijk is het dan zover. We kunnen aan de slag met Nathan Drake in een nieuw avontuur in Uncharted The Golden Abyss voor de PlayStation Vita. Het is de eerste handheld titel in de reeks en om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat ziet deze titel er geweldig uit. Je hebt echt het idee alsof je met een PlayStation 3 in je handen zit, want de effecten, de flares, de gezichten, alles spat van het scherm af en toont de volle potentie van de PlayStation Vita. Het verhaal speelt zich af voor de eerste Uncharted Drake's Fortune en draait om het vinden van The Golden Abyss. Nathan Drake die stuit namelijk tijdens een van zijn eerste archeologische tripjes op een enorme slagpartij in Zuid-Amerika. En samen met wat vriendjes die wel of niet te vertrouwen zijn, een leuke chick en een hele leuke comeback van Sully, bekend van de eerdere drie delen, wordt het echt een groot feest. En alles is present wat we kennen van Uncharted. Je hebt de schietactie, je hebt het klimmen en klauteren, je hebt de cinematische effecten. Al zijn die dit keer wel een beetje anders dan dat we gewend zijn van de serie. Je zult namelijk wat minder het bioscoopgevoel krijgen, wat je wel heel erg bij die andere Uncharted games had. Dus dat Nathan Drake ineens uit een trein moet ontsnappen of dat je ziet dat er een wagen achter hem aan zit. Ja, aan de ene kant kun je zeggen het is een handheld, het is logisch, de capaciteiten zijn minder. Maar aan de andere kant vind ik, als dat ding probeert om een PlayStation 3 te zijn wat betreft de graphics en de speelervaring, ja, dan had dat er toch gewoon in kunnen zitten. En misschien is dat ook wel een beetje te wijten aan het feit dat de originele ontwikkelaar van Uncharted, Naughty Dog, niet heeft meegewerkt aan deze titel. En het spel volledig is ontwikkeld door Sony Band Studios. Dus ja, op zich zou je kunnen zeggen van het is een andere ontwikkelaar. Ze hebben nog niet de serie zo goed in de vingers als Naughty Dog dat heeft. En de vraag is dan ook of je de link echt moet leggen met de drie sequels. Want buiten Sully, er komen ook geen personages terug. Het heeft een hele eigen vibe, een eigen verhaal. En ik denk dat je deze handheld versie echt een beetje los moet zien van de trilogie op de PlayStation 3. Laten we wel wezen, het spel doet ontzettend veel goed. Het verhaal is geweldig, alle originele stemacteurs zitten erin. De gameplay die sprankelt. Je hebt de vechtscènes, de klimscènes, het avontuur. Het zit allemaal ontzettend goed in elkaar. Het enige waar ik een beetje moeite mee had, dat was het feit dat er een heleboel minigames zijn toegevoegd. Om de PlayStation Vita capaciteiten te kunnen laten zien. En dan moet je dus denken aan, je vindt een beeldje en dat moet je eerst schoonvegen voordat Nathan kan bekijken van wat voor inscripties erop zitten. Je kunt klimmen en klauteren door middel van je vingers op het touchscreen te bewegen aan de voor- of achterkant. Op een gegeven moment loop je op een boomstam en dan heb je een soort van tilt-sensor, wat we ook nog kennen van de eerste Uncharted, waarbij je je controller, of in dit geval je PlayStation Vita, een beetje naar links of rechts moet houden om daar voorbij te komen. En in de eerste paar uur dan voelt het nog best wel redelijk, maar op het laatst heb je echt zoiets van, ik doe het lekker met de knoppen, want het voegt eigenlijk heel weinig toe. En dat is wel weer heel erg tof. Je kunt het hele spel met de knoppen spelen. Dus ben jij echt een console gamer, heb je zoiets van, ik heb helemaal niks met die nieuwe toestanden allemaal. Je kunt het gewoon lekker op de ouderwetse manier spelen. En dat voelt dan ook ontzettend vet aan. Er zitten nog wat leuke effectjes in met wat foto's maken, waarin je dus zelf met je tilt sensor en met je gyroscoop die ingebouwd zit, naar links of naar rechts moet draaien. Allemaal leuke dingetjes om te verzamelen. Achievements, alles zit erin. En omdat het zo'n compleet plaatje is en dit echt toont wat de PlayStation Vita kan, vind ik gewoon dat dit de beste release game is die op dit moment verkrijgbaar is. En ik wil het dan ook een 9,5 uit de 10 geven. Want ik denk op dit moment dat er geen enkele ontwikkelaar is die flikt wat Sony Band Studios met Uncharted The Golden Abyss heeft gedaan. En ik kan je dan ook eigenlijk alleen maar aanraden om meteen naar de winkel te rennen en die shit gewoon te gaan halen. Want met Uncharted kun je echt de volle potentie uit je gloednieuwe PlayStation Vita halen. En ik denk dat je er zeker wel een flink tijdje zoek mee zal zijn. Want het is echt een lange game. Had ik niet verwacht, maar het is een toppertje.